We starten met oefening 4. Wat moet ik doen? Terug toepassingen of vraagstukken. Wat ga ik terug doen? Dezelfde 3 stappen. Lezen, gegevens aanduiden en het gevraagde. Doe dat maar eerst en kom daarna maar terug. Zet maar eerst op pauze. Oké, welkom terug. Wat heb ik gegeven? Eigenlijk heb ik alleen het parallelogram gegeven. Dat zijn de afmetingen die ik ken. Ik moet de oppervlakte zoeken van het parallelogram en ik moet een 4-hoek tekenen met dezelfde oppervlakte als van ACOD. Dat moet natuurlijk het parallelogram.